Frank die heeft bij dezelfde heeft in principe een baan nodig heeft dat maar 80 meter om op te stijgen. Dat is eigenlijk niet meer. Maar als de landing op de baan is om op te stijgen, dat is afstand. Frank is vanavond hier hetzelfde op een afmeten. En heeft gezegd hetzelfde vlak genoeg. Ik ga heel netjes zo ver mogelijk naar rechts staan. En dan gaan we gewoon proberen. Het toestel, dames en heren, heeft 18 liter kerosine aan boord. 18 liter, joh, dat is goed. En die is zo goed door, waarschijnlijk op ongeveer 5 minuutjes. 80 kilo stuwdruk. 105 kilo. En ook ik kijk er naar uit. Vliegklaar. Ja, er was kans bij dat hij niet kon vliegen, want Frank vertelde mij vorige week nog op de jetmeeting in Sherpien dat hij normaal niet mocht vliegen. Het toestel was nog niet gekeurd. Maar het toestel is nu vrijdag, dus gisteren, van 9 uur 's morgens tot 3 uur in de middag gekeurd, getest, gewogen. Alles wat maar nodig is om te mogen vliegen met zo'n zwaar toestel. Alle goedkeuringen, brevetten en alles zijn in orde. En inderdaad, 3 testvluchten gemaakt zonder enig probleem. En dus krijgen we hier Frank Schreuder, dames en heren, met de half-scale Saab Gripen. Inderdaad, niet veel plaats nodig om op te stijgen. Ongelooflijk. Ik moet zeggen, ik heb het filmpje van de eerste vlucht gezien op YouTube. Ik vond toen bij dat hij niet echt snel vloog. Dat hoeft ook niet natuurlijk, want langzaam vliegen is ook een kunst. En kijk eens aan, mooi dat hij daar hangt. 105 kilo, stel het u voor. Ja, en u zal misschien zeggen inderdaad, goed opgemerkt, het goede toestel ziet er misschien ook niet echt mooi uit. Hij staat nog in de grondverf. En hij wordt dus een van de komende weken zeker helemaal in orde gebracht. Maar u moet weten dat onze gelegenheid van de toestel volledig kunnen herkennen. Hij heeft 30 vluchten erop zitten. En om dan eigenlijk later de verf erop te gaan zetten. En dit was zijn mooie rafal, die helaas verstolen is. Oh. Om die eigenlijk dan ook weer zo mooi gestolen klaar te maken voor onze volgende jetmeeting natuurlijk. Zo gestolen die Rafael. Doe dit toestel maar 2 dagen mee en u hebt echt het toestel. De familie Schreuder is ook sinds vele jaren een beetje een persoonlijke. En kijk eens aan, hoe lang dat het toestel kan vliegen. Fantastisch geworden. Mooi voor de fotografen. Kijk eens aan, mooi. Het toestel wordt trouwens aangedreven door een ANT-turbine, een ANT-80 kilo turbine. En zoals ik vanmiddag al eens verkeerd gezegd had, ANT is toch wel een klein beetje een firma die bij de grondleggers heeft gehoord van het turbinevliegen. En dat zijn helaas een aantal jaren geleden zijn ze uit de modelbouwwereld gestapt, maar zijn ze eigenlijk naar de echte vliegerij gegaan. En bouwen ze dus met andere woorden steeds grotere en grotere turbines. Waaronder dus ook waarschijnlijk op vraag deze turbine op 80 kilo.